Dr. Christophe Sas, vandaag werden er testen gedaan hier in Runner Service. Wat waren die testen precies? Er zijn eigenlijk 3 testen afgenomen. De eerste is een exacte, accurate vetmeting aan de hand van de DEXA. De tweede is een 4-dimensionele rugscan om de positiebepaling van de spelers te gaan bepalen. En de derde is eigenlijk de meest belangrijke, dat is een biomechanische screening. Waarom zeg ik dat dat de meest belangrijke is? In mijn ogen, als voetbal zijnde een dynamische sport is, dan is het ook belangrijk in het kader van preventie dat er naar dynamische zaken wordt gekeken om blessures te kunnen voorkomen. En dat hebben we vandaag eigenlijk gedaan aan de hand van loop- en sprintanalyses, naast dus de vetbepaling en de houdingsanalyse. Waarom is het belangrijk om die testen te doen? Dat is in de eerste plaats in het kader van preventie, zodanig dat we op voorhand kunnen zien waar dat de zogenaamde weak links liggen bij de spelers, dus de zwakke plaatsen, waar dat we kunnen versterken en waar dat we eventueel via kleine aanpassingen, onder andere door steunzolen, blessures kunnen voorkomen. De spelers waren wel enthousiast over deze nieuwe test. Ja, ik denk dat voor iedereen nieuw is en vooral heel belangrijk is dat zij een visuele feedback krijgen. Dus zij kennen hun eigen probleem eigenlijk. Ze kunnen hun eigen probleem visueel zien op band. En ik denk dat dat heel interessant is voor hen, omdat ze dan ook veel meer gemotiveerd gaan zijn om er iets aan te doen. Don't film me when I'm one more time. Naast de testen hier worden ook in Sint-Jan testen gedaan. Welke testen zijn dat precies? Ook daar zijn er fysieke testen gepland en medische. Dat wil zeggen dat er een inspanningstest gepland is, maar ook meer naar preventie geplande testen, zoals een David Beck-test in het kader van buikspier- en rugspieranalyse en een isokinetische test van de hamstring en de quadricepsspieren. En daarnaast is er een cardiaal onderzoek gepland en ook een OPG, dat is eigenlijk een foto van de tanden die kadert in een volledig tandonderzoek dat nog moet plaatsvinden. Dat zijn koppers in de maat. Is dit om een goed beeld, een volledig beeld te krijgen van de spelers? Ja, dat klopt. Zowel op fysiek als op medisch vlak gaan we proberen een totaalbeeld te creëren waaraan dat we dan een preventieprogramma koppelen dat sterk geïndividualiseerd is. Waarom is het belangrijk om ieder seizoen opnieuw al deze testen te doen? Omdat het eigenlijk een dynamisch gegeven is. Het is niet omdat je gisteren geen probleem hebt dat je dat morgen niet kan hebben. En om regelmatig te screenen is het nodig dat we de testen opnieuw uitvoeren om opnieuw een nieuw bilans te maken. Ook om te zien waar dat er bijvoorbeeld zwakkere punten sterk zijn geworden. Want de progressie mag ook beoordeeld worden uiteraard. Kijk je favoriete films en videofragmenten op elk moment van de dag dankzij de Moverio van Epson. Dankzij de see-through technologie van de Moverio kan je vanaf nu video bekijken en interactie hebben met je omgeving op hetzelfde moment. Wij geven 10 Epson Moverio brillen weg ter waarde van €600 per stuk. SMS nu Epson naar 6565 en maak kans op dit unieke happening.